Razendsnel kan het gaan. Een volledig bos vliegt in de fik. Maar hoe verloopt zo'n brand? En belangrijker nog, kom jij er nog levend uit? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Katelijne, in 2009 mocht jij een enorm stuk heide af laten branden samen met de Portugese brandweer. Waarom? Bosbranden leiden vaak tot overstromingen en erosie. En ik wilde weten waardoor dat precies kwam. Wat gebeurt er in de bodem waardoor die gevoeliger wordt voor erosie? Dus ik had het gebied van ongeveer 15 voetbalvelden, 2 jaar lang gevolgd. Toen af laten branden en vervolgens weer 2 jaar gevolgd om te kijken wat er nou precies met die bodem gebeurt. Is dat nou alleen een risico in die warme landen? Brand is niet alleen iets van Portugal, Spanje, Amerika, Australië, maar komt ook steeds vaker en zal steeds vaker in Noordwest-Europa en in Nederland voorkomen. Door de klimaatverandering zullen we te maken krijgen met langere periodes van droogte en hogere temperaturen en daardoor neemt het brandrisico toe. Dat klinkt alsof ik hoognodig moet weten wat ik moet doen als ik in een brand terechtkom. Wat is er nodig om dit uit de hand te laten lopen? Dat is als je te maken hebt met de zogenaamde 3x30 cocktail. Als je windsnelheid hoger is dan 30 km per uur, temperatuur hoger is dan 30 graden Celsius, als je luchtvochtigheid lager is dan 30%. En als al die voorwaarden dan zijn, hoe hard kan het dan gaan? Sommige branden gaan heel langzaam en daar kan je gewoon eigenlijk overheen stappen. Maar er zijn ook branden die gaan heel erg snel. Soms wel 10 tot 20 km per uur. Als je nagaat dat je ongeveer 5 km per uur loopt of 15 km per uur fietst, dan moet je echt een soort van Daphne Schippers zijn om erbij te kunnen houden. Nou, dat gaat mij sowieso niet lukken, maar wat kan ik dan wel doen? Nou, als bodemonderzoeker kan ik je vertellen dat de bodem je wellicht wel kan redden. Kijk, we hebben hier een bak met heide en die gaan we in de fik steken. Wat je nu kan zien op die warmtebeeldcamera is, die vlammen die zijn heel heet, maar die bodem die blijft ontzettend koel. En wat we in Portugal gevonden hadden, is dat de vlammen aan het bodemoppervlak waren tot wel 800 graden Celsius. Maar dieper in de bodem, al op een centimeter diepte, was het niet heter dan 30 tot 60 graden. Dus die bodem die isoleert gewoon echt heel erg goed. Dus ik ben ook veilig als ik eronder ga liggen? Nou ja, als je er op tijd onder komt en als je dan ook nog kan ademhalen, dan ben je veilig. Kevers, wormen, andere bodeminsecten, die blijven dus gewoon allemaal leven. Omdat die bodem zo goed isoleert. En wat zijn mijn andere opties? Eigenlijk heel slim is te kijken waar de brand vandaan is gekomen. Ga naar het zwarte, want daar is de brandstof al weg. Als je in het groene zit, dat kan allemaal nog verbranden. En als ik nou een beekje tegenkom of een rivier, is het dan slim om daarin te gaan liggen? Het is niet ideaal vanwege de rook. Wat je eigenlijk gewoon moet doen, is zorgen dat je op tijd weg bent. Veel doden vallen vaak juist als mensen te laat nog de weg op gaan. En niet door vuur, maar door rook of door auto-ongelukken. Dus echt het veiligste is, als er een brand is, zorg dat je snel en op tijd weggaat. Dus of je nu onder de grond gaat liggen, op een afgebrand deel gaat staan, of zo snel mogelijk weg bent, je weet nu hoe je een bosbrand het beste kunt overleven. Dit was het lab.